Ja, meteen als je wil beginnen heb je alarm. Kunnen jullie mij allemaal verstaan? Ja. Nou, dank voor allemaal komen hier. En vooral ook omdat neushoorns volgens mij een uitermate belangrijk iets thema zijn in de natuur. Vandaag ook weer nieuwe cijfers van IUCN. Die erg hoopvol is dat het aantal zuidelijke zwarte neushoorns in aantal gestegen is. Ik heb daar zo mijn skepsis over. Maar goed, wat hoop kan geen kwaad. Want ik heb de afgelopen 2 jaar natuurlijk dwars door de bush gereisd. Met rangers, met soldaten. Op zoek op anti-strooppatrouilles in Afrika en Azië. En ja, daar zie je ook wel hoe gevaarlijk het is voor rangers en voor neushoorns. Er is in de meeste rangers die ik gesproken heb, die spreken van een oorlog. Een burgeroorlog waarin zij met slechte wapens en slecht materieel staan tegenover grote stropersyndicaten die met heel veel betere wapens het gevecht aangaan. Je moet je voorstellen dat een ranger in het natuurpark Kruger, dat hij een karabijn heeft uit het begin van de vorige eeuw, waar 1 kogel in past. En stropers hebben minimaal AK-47, zo niet veel betere wapens om de neushoorns te doden en de rangers natuurlijk ook. Elk jaar gaan er heel veel rangers worden er vermoord. Het afgelopen cijfers van mei 2022 tot mei 2023 zijn er 48 rangers om het leven gekomen, zijn vermoord. Er zijn er veel meer om het leven gekomen, maar deze zijn vermoord. Meeste in Afrika. En ja, dat hoor je ook. Hè. Ik was op pad met Logan van Zijl in Balule. Private Park, nou, dat is een privaat park. Die liggen met allemaal private parken als een schil om Kruger heen. Die hebben wel hun hekken nu allemaal opengezet. Dus de beesten kunnen daar vrij rond zwerven. Voor de genetische diversiteit is dat ook belangrijk. Maar als je met hem op pad bent, op zoek naar sporen van stropers, heeft hij het eigenlijk continu over, het is oorlog. Het is oorlog in mijn hoofd. En ik realiseer me dat elke seconde, als ik op pad ben, op patrouille ben, ja, dit mijn laatste patrouille kan zijn. En ja, dat is iets wat heel erg sterk bij veel rangers leeft. 2 jaar geleden rond deze tijd was ik in Timbavati en daar stond Anton Zimba me op te wachten. Hoofdranger, we gingen op pad met diverse rangers de bush in. En hij bewaakt zijn territorium erg grondig. En daar was al heel veel nijd over bij stropersyndicaten, die toch het idee hebben, daar leven in Timbavati zeker 50 neushoorns. Zou het wel fijn zijn als we die kunnen stropen. En de laatste keer dat er een neushoorn gestroopt werd, hoorde hij dat ook, want hij hoorde dier enorm gillen in doodsnood. Het was aangeschoten en uit de neushoorn werden de 2 horens met een bijl, terwijl het nog levend was, gehakt. Nou, dat soort praktijken kom je tegen. En wat ze dan doen is onmiddellijk ook die buik opensnijden en daar gif in strooien. En waarom doen ze dat nou? Omdat ja, iedereen kent dat beeld wel van gieren die hoog in de lucht vliegen. En ja, die weten dat er iets te eten valt en zo gauw die stropers weg zijn, dalen ze. En dan komen ze om het leven, want dat gif is snel werkend gif. En dat doen ze omdat die gieren hoog in de lucht een baken vormen voor rangers. Die gaan daarop af. Nou, als ze meteen doodgaan, heb je geen baken meer, kunnen stropers ontsnappen. En in de oude wereld, Afrika, Europa en Azië, zijn 16 soorten gieren, waarvan er 11 nu op het randje van uitsterven staat. Dat is iets in 20 jaar tijd gebeurd. In Azië zijn de problemen iets anders dan in Afrika, maar in Afrika zijn ze wel direct gerelateerd aan het stropen van neushoorns. En ik loop daar met Mzimba door de bush heen, over de savanne. Ja, en dan draaien er 2 witruggieren boven me. Ja, normaal gesproken zouden dat 40, 50 witruggieren zijn, maar ze zijn er nauwelijks meer. Dus, en terwijl ik daar met die rangers, want ze letten op twijgjes, takjes, alles wat verbogen kan zijn. Ze kijken ook naar de grond, hè. Lichte spoorwijziging, want die stropers die proberen die rangers voor de gek te houden. Dus wat doen ze? Ze plakken sponsen onder hun zolen van voeten of de hoeven van zebra's. Maar
Die rangers laten zich daardoor niet voor de gek houden. En zo gauw er een teken is, wordt meteen alarm geslagen en komt de versterking. En terwijl ik met hem daar liep, toen kreeg hij een melding van een groep stropers die aan de andere kant van Kruger, bij de Mozambiekkant, in het oosten overgestoken waren. En hij weet, in 2 dagen tijd zijn ze hier. Want die kunnen snel door die parken heen. Dus hij heeft toen al zijn rangers gealarmeerd. Elke nacht werden er hinderlagen gelegd. Maar uiteindelijk werd de neushoorn bij Sabi Sands, weer een natuurpark, iets zuidelijker gestroopt. Want daar houden ze die grote neus, die horens, want dat is goed voor toerisme. Terwijl ze in andere delen die horens afzagen om te voorkomen dat ze gestroopt worden. Want dan is er gewoon weinig waarde aan. Dus daar werd die gestroopt. En waarom is die horen nou zoveel waard? Op de consumentenmarkt in China is een kilo horen ongeveer dezelfde prijs als een kilo goud. En dat betekent dat het voor stropers gewoon heel aantrekkelijk is. Want die krijgen dan, het is voor ons nog steeds een peanuts aan geld, maar voor Zuid-Afrika met de enorme armoede is dat veel geld wat ze krijgen. En de bendes zelf verdienen daar enorm veel geld aan. Dus uiteindelijk heb ik hem gedag gezegd. En 10 maanden later, vorig jaar zomer, krijg ik een berichtje binnen dat hij voor zijn huis in maffia-stijl is geliquideerd. Hij kon zijn zoontje nog net wegsturen. Zijn vrouw kreeg een kogel in de buik. En hij is met veel kogels om het leven gebracht. Omdat hij in feite zijn territorium te goed verdedigde. En dat zie je overal. Het is ook een boodschap aan andere rangers. Als je niet meewerkt, dan kan jou dit ook overkomen. En nou ja, je ziet ook dat, vooral in Zuid-Afrika, dat hele systeem is enorm corrupt. Er zijn heel veel rangers die staan ook op de loonlijst van stropers. Soms om ze bedreigd, geïntimideerd worden. Soms om ze er veel geld mee kunnen verdienen. Je ziet die corruptie door bij de rechterlijke macht, in de politiek. Ik stond op een gegeven moment in een klein zaaltje in Kruger Park, een rechtszaaltje. En daar stond Big Joe op een meter afstand van me. Een hele grote, intimiderende man. En die heeft meer dan 60 zaken op zijn konto. Hij heeft al 2 jaar in voorarrest gezeten, maar nog nooit zijn zijn zaken behandeld. En dat was het moment dat justitie vroeg om toch die zaak met hem te gaan behandelen. Nou ja, uiteindelijk met heel veel mitsen en maren wordt er dan afgesproken 5 maanden later. Nou, je voelt hem al aankomen. We zijn nu 1,5 jaar verder. Hij is nog steeds niet veroordeeld. Hij loopt vrij rond. Een ander, Davy Groenewald, heeft 1600 zaken op zijn konto staan. Ook een ex-politieman is ook nog steeds op vrije voeten. En doet precies wat hij zelf wil. Dus, en de consequenties zie je ook. Hè. Er zijn in 10 jaar tijd ongeveer 10.000 neushoorns gestroopt. In vooral Kruger en wat andere parken. Kruger is bijna leeg. En als er dan cijfers vandaag komen dat die zuidelijke witte neushoorn iets in de lift is, dan heb ik daar wel enige scepties over. Want er zijn niet zoveel neushoorns meer. Gaat dat overal zo? Nee. Als je naar Namibië gaat, daar zitten ze op diverse locaties. Vooral de zwarte neushoorn, Etosha, een prachtig wildpark. En daar zitten er veel. En de aantallen stijgen. Wordt bewaakt door soldaten, zwaar bewapende soldaten. En daarnaast heb je Damaraland, een basaltwoestijn. Ongelooflijk heet en daar zitten de woestijnneushoorns. Dat zijn zwarte neushoorns, maar die hebben geleerd daar te overleven. Ga 10.000 jaar verder en je hebt een aparte soort. Ze hebben zwarte neushoorns uit Etosha in Damaraland gezet. Die komen echt in no time om, want die kunnen daar niet overleven. Dus daar ben ik met rangers op pad geweest. Dus ook alleen rangers mogen erin, 42 stuks, misschien te weinig, maar goed. Het gebied is zo groot als België. En op zoek naar woestijnneushoorns en ik heb hun verhalen gehoord. Ook zij zijn niet bewapend, hebben wel een politieman bij zich voor als er iets gebeurt. Maar Namibië heeft ook zich veel beter gerealiseerd wat de waarde is van hun natuur. 40% van hun grondgebied is inmiddels beschermd en dat is in de grondwet vastgelegd. Justitie en politie jagen met speciale teams op stropen. Zelfs het plannen maken om te stropen, daar kun je tegenwoordig al 25 jaar gevangenisstraf voor krijgen. En dat gebeurt ook. Dat neemt niet weg dat ook daar de druk op dit moment erg groot is om neushoorns te stropen. En ze hebben een ander ding gedaan. Om
Damareland vooral, heb je allerlei lokale volken en gemeenschappen hebben een stuk van een soort bufferzone die ze kunnen exporteren. Waar ze hotels hebben, waar ze safaris hebben. En die gemeenschappen verdienen eraan. En zijn zich zeer bewust dat die natuur, het ecotourisme, voor hun een hele goede boterham oplevert. En ze wonen daar natuurlijk al jarenlang. Hun vaders, grootvaders, sommige van de rangers nu, ze waren vroeger stropers. Ze kennen het gebied heel goed. Maar ja, als ze hun geld kunnen verdienen met het beschermen van natuur, heb je ze zo om. En ja, dat blijkt een heel goed middel te zijn om tot een betere bescherming te komen. Ga je naar Zuid-Afrika, ja. Het probleem is, daar wonen miljoenen mensen aan de rand van Groot Kruger. Allemaal in armoede. Werkloosheid is gigantisch. Ga dat maar eens omzetten naar ecotourisme. Dat is echt een hell of a job. Er zijn plannen toe. Maar ja, als je daar dan met de minister over praat, mevrouw Greasy, is het einde van het gesprek, als ze de verhaal verteld heeft, ken jij miljardairs die ons hierbij kunnen helpen? Ja, die vraag heb ik vaker gekregen, maar ik ken ze helaas niet. Het systeem wat we in Namibië zien, zien we ook in Nepal en India. Ik ben naar Nepal gegaan, naar Chitwan. Dat is een natuurpark dat ligt tegen India aan, in het laagland. En daar heb je de Indische neushoorn. Daar houden de Nepalezen niet van, want het is ook hun neushoorn. Dus zij praten liever over de panzerneushoorn of de eenhoorige neushoorn. En daar doen ze ook een aantal dingen, waardoor de afgelopen 6 jaar de populatie alleen al met 15% gestegen is. En een van de dingen is dat er om de 10 kilometer militaire posten zijn. En die leggen elke avond hinderlagen voor stropers. Het heet ook niet voor niks Fort Chitwan. En parkwachters gaan elke dag op olifanten. Dat was eigenlijk de enige manier om daar goed door dat gebied heen te gaan. Op pad om te kijken wat ze tegenkomen aan sporen. En dan gaat er altijd een soldaat mee met een grote, met een M66 of hele zware wapens. Ze kennen het gebied niet, ze zijn er alleen maar om te schieten en stropers te arresteren. Dus je ziet dat daar het aantal stroopgevallen afneemt. Ze zijn er nog steeds, maar heel veel minder dan je in Afrika tegenkomt. En het tweede wat ze gedaan hebben, ze hebben in de jaren 70 hebben ze die volken, de Taru en Chepang, uit Chitwan gehaald, de toenmalige koning. Die hebben ze in een bufferzone gezet. En ja, ook daar kunnen ze allemaal van ecotourisme leven. Ze hebben allemaal een range, stukken akkerland. Ze mogen af en toe met toestemming salbomen kappen. En dat zijn hele, is heel duur hout. Ze hebben daar een safari, ze hebben daar een hotelletjes. En die gemeenschappen zijn daar enorm op vooruit gegaan. En dat zijn ook de beste beschermers van de natuur. Ze weten vaak eerder dan parkwachters in Chitwan wat er aan de hand is. Wordt er iets gestroopt? En soms vind je maar een neushoorn 3 maanden later, want het is een zeer ontoegankelijk gebied. Ja, vind dan maar wie de stropers zijn. Nou ja, in die gemeenschappen weten ze vaak wel waar je heen moet. En vooral bij de Chepang, een beruchte stropersbevolking. Ik ben daar geweest en de 10 most wanted zijn stropers van de Chepang. Die wonen een aantal dorpen daar. Maar de hoofdman, Giri, die heeft inmiddels ook wel het licht gezien. En die is erg bezig om ook daar safari mogelijkheden, logement mogelijkheden te krijgen, de natuur te beschermen. Als er dreigingen zijn, wie bellen ze? Ze bellen hem. Want hij weet meestal wel waar je terecht moet om stropers op te rollen. En dan is de vraag, vind je bewijzen? De vorige directeur van Chitwan had daar 1 oplossing voor, martelen. Nou, dat ging niet helemaal goed. En, maar bewijs vinden is natuurlijk altijd moeilijk. Maar het aantal stroopgevallen in Nepal is een stuk minder. En ook door die zware bewapening van de rangers. Er zijn heel veel andere bedreigingen, die beschrijf ik in mijn boek. Want daarmee is het probleem zeker niet opgelost. Maar het is wel een belangrijk onderdeel, het ondersteunen van die rangers. Nou, en dat zie je dus bijvoorbeeld niet als je naar Indonesië gaat. Hè. Daar heb je de Javaanse en de Sumatraanse neushoorn. De Javaanse neushoorn zit in Uyongulung, schiereiland op het westpunt van Java. Er zijn er 65 tot 77. En dat is maar afhankelijk hoe je telt. Kijk, alle kalveren die daar op tripwire-camera's te zien zijn, die worden natuurlijk met veel furoren aangekondigd. Maar ja, door je neushoorns, daar hoor je nooit van. Terwijl ze wel sommige neushoorns al jaren niet meer gezien hebben. Dus ja, zijn het er 65 of 77? Ik denk dat het eerder naar de 65 helpt. En als je naar die rangerkampen gaat, die zijn allemaal ingestort. Echt erbarmelijke omstandigheden, onbewapend. Daar kun je niet veel van verwachten. En ze worden ook niet gesubsidieerd door de overheid. Er zijn wat NGO's die er wat geld in stoppen.
Maar het wordt een steeds riskantere situatie. Zeker omdat ze nu bekende stropers uit Sumatra op die trip waar camerabeelden hebben gezien. Ze hebben valstrikken gevonden. En dan weet je dat het op een gegeven moment daar misgaat. Heel veel meer bedreigingen. Vooral ziektes. Je hebt de Krakatau, die is in 1883 ontploft. En die ontploffing die kon je van Madagaskar tot Australië voelen. Zelfs hier in Nederland is het jaar daarna het weer slechter geweest. Omdat er veel gruis in de atmosfeer zat. Maar de Krakatau is weg. Maar het kind van Krakatau is opgekomen. En die begint nu dezelfde neigingen te vertonen. Er zijn al enorme vulkaanuitbarstingen geweest. En Uyongulon ligt op enkele tientallen kilometers afstand. Krijg je daar een grote tsunami, zijn ze weg. De oplossing is, verplaats een deel van de populatie naar een ander gebied. Ja, en dan krijg je de typisch Indonesische strijd. De provincie Banteng zegt, het zijn onze neushoorns. Die gaan niet naar een andere provincie, ook al zijn daar betere omstandigheden. Dus die kunnen niet weg. Dan hebben ze in die provincie een ander gebied gevonden, Honjay. Nou, dat wordt al jaren in gereedheid gebracht, maar er gebeurt niks. En ondertussen neemt die dreiging toe. Nou, datzelfde verhaal kun je haast in Sumatra houden. Ik ben een leuzer geweest in het Aceh-gebied. De Sumatraanse neushoorn, daar zitten er 9 van in fokcentra. Daar zijn 3 jongen van. Dat is al een unicum, want in 100 jaar tijd zijn er maar 6 Sumatraanse neushoorns in gevangenschap geboren. En ja, we weten heel weinig van die Sumatraanse neushoorn. Er zitten er 40 naar schatting in het wild. Zo'n 15 in West-Leuzer, en dat is de meest levensvatbare populatie, denkt men. 15 in verschillende afgelegen pockets in Oost-Leuzer. Een aantal in een park, heel ver verderop in Wegambas, die hebben al geen 100.000 jaar contact gehad. Daar zouden er ook 15 zijn. Maar ja, ze zijn al jaren niet meer gezien. En dan zijn er nog een paar in Borneo. Men gaat er eigenlijk vanuit dat er een stuk of 40 nog in het wild leven. Er zijn nog een aantal vrouwtjes die zwanger zouden kunnen worden. Dus de bedoeling is al jaren, vang ze, breng ze bij elkaar en probeer in fokcentra ook die genetische diversiteit op orde te krijgen en meer Sumatraanse neushoorns. Nou ja, dan zie je hetzelfde gevecht weer tussen provincies. De provincie Aceh, die van Wegambas, die van Borneo. En niemand wil zijn neushoorn aan een ander tijdelijk uitlenen. Dus iedereen bouwt zijn eigen fokcentra, maar er zit geen neushoorn in. En als je ziet hoe snel de populatie van Sumatraanse neushoorn, de kleinste van allemaal, achteruit is gegaan, dan is dat dramatisch. Ik denk dat, zoals wij hier zitten, heel veel mensen zullen gaan meemaken dat de Sumatraanse neushoorn gaat uitsterven. Hetzelfde probleem zie je met de noordelijke witte neushoorn. Die zitten in Kenia, de laatste 2, moeder en dochter. Kunnen niet meer zwanger worden. Wat wel kan, is eitjes oosten, nu vooral bij de dochter. En dat doen ze elke maand. Ze hebben nog zaad van de vader, de grootvader en wat broers in de vriezer liggen. Nu hebben we dus 29 embryo's. Die embryo's moeten worden ingeplant in de zuidelijke witte neushoorn, een koe. Er is een groot verschil tussen de zuidelijke en de noordelijke witte neushoorn. Het worden als 2 ondersoorten gezien. Maar als je het zou gaan uitzoeken, kon het wel zijn dat het 2 aparte soorten zijn. Maar wie gaat nu, als er nog 2 van over is, hier onderzoek naar doen? En zo'n embryo implanten in die zuidelijke witte neushoorn, dat gaat nog een lange tijd duren. Want ze moeten nog hele proeven nemen. Ja, IVF, het is allemaal onbekend terrein. Dus uiteindelijk gaat dit lukken. Komt daar straks een jong neushoornkalf van een noordelijke witte neushoorn. Ja, dan heb je er 1. Je kunt er meer krijgen, maar inteelt is een heel groot risico. Dus er is een plan B. Er wordt aan gewerkt. Wetenschappers in Japan zijn nu bezig met een, wat ik altijd Jurassic Park scenario noemen. Uit oude huiden, cellen halen en daar stamcellen van maken. Je maakt ze leeg en dan kun je zo'n cel kun je een functie geven. Een longcel, een spiercel, een eicel, een spermacel. Nou, die kun je dan bij elkaar brengen. Heb je embryo's, kun je weer implanten in die zuidelijke witte neushoorn. En daar zouden dan jonkies uit voor kunnen komen zonder het inteeltprobleem. Maar dit gaat nog heel lang duren. Ze zijn overal in de wereld mee bezig. De verwachting is dat de Tasmaanse tijger, die in 1936 is uitgestorven in Australië, dat hij toch binnen 10 jaar op deze manier opnieuw tot leven wordt gebracht. Maar het probleem er natuurlijk is, we besteden heel veel geld aan het redden van soorten die we eerst op de rand van dat uitsterven hebben gebracht. En we zijn eigenlijk telkens bezig aan de verkeerde kant van de wagen te trekken. Wetenschappelijk heel erg interessant. Maar een beter beheer
van wildlife, van neushoorns, zou uiteindelijk een betere redding kunnen zijn. En ik vertel het verhaal nu over neushoorns, maar op mijn trip kom ik talloze andere dieren tegen, die er soms minder dan 1000 van zijn. Uiteindelijk staan er op dit moment 42.000 soorten direct op uitsterven. Die kunnen elk moment omvallen. Maar elke soort zit in netwerk met andere soorten. En trek je een soort eruit, betekent dat andere soorten ook in de problemen gaan komen. En dan krijg je een domino effect. Dus ja, een somber verhaal aan de ene kant. Aan de andere kant, ik ben geweldige rangers tegengekomen. Ik heb de meest mooie natuur en landschappen gezien, beesten gezien. Want ze zijn er nog steeds, maar in heel weinig. En het is echt, ze hebben het wel eens over 5 voor 12, 1 voor 12. Ik denk dat we er al overheen zijn. En dat er heel hard iets moet gebeuren om niet alleen die neushoorns, een iconisch dier, iedereen heeft er wel iets mee, maar ook heel veel andere soorten te redden. Of dat nou de neushoornkever is, of het zeepaardje, schubdieren. Het speelt op zo'n verschrikkelijk groot terrein. Nou ja, je kunt het allemaal lezen in het boek. Het is als een reisverhaal beschreven, zodat het ook lekker doorleest, hopelijk. Het is daar uiteindelijk te koop. Ik kan er altijd natuurlijk nog even iets in te zetten. Maar ik wou eigenlijk het eerste boek aanbieden aan Martine. Martine van Zijlanghout. Want zij is toch wel een inspirator, ook voor mij geweest, om dit te doen. Want zij heeft een aantal jaar in Gambon, midden in de bush geleefd tussen de gorilla's en de bosolifanten. Zij is wat we noemen een wildlife vet, een wild dierenarts. Daarna heeft ze jarenlang in Zuid-Afrika neushoorns vanuit helikopters geschoten met om ze uiteindelijk te laten omvallen en in slaap te krijgen. En als ze ziek zijn te behandelen, als ze gewond zijn, de wonden te deppen en de horens van de neushoorn af te zagen, zodat ze minder aantrekkelijk worden voor stropers. Ze heeft daar jaren geleefd en stropers om erheen. En ze heeft er 3 jaar geleden een prachtig boek over geschreven, over leven in het wild. En kan ik alleszins aanraden, want het geeft een enorm inzicht van hoe problematisch het allemaal is. Ik wil haar het eerste boek aanbieden, maar ik heb het natuurlijk nog in een tasje liggen, want dat ben ik vergeten. Dus dat ga ik even pakken. En ja, daar. Nee, kijk, ik doe dit nou, schrijf veel over biodiversiteit en ben de laatste 2 jaar natuurlijk heel erg door de bush heen geweest met rangers en soldaten, parkwachters. Maar Martine heeft dit zoveel langer gedaan en ik ben haar er zeer erkentelijk voor. En Martine, dank voor al je inspanningen en nog steeds, want je bent overbeet. En Martine is ook de dierenarts van Arters, vergat ik haast te melden. Doet hij het? Nou, wat een ontzettende eer. Zal ik ook maar daar gaan staan? Enorme eer, Erik. Nou, dit is hem, jongens. Ik voel me zeer vereerd. Dank voor je lieve woorden. En ik ben persoonlijk heel erg blij met dit boek. Ik heb hem al mogen lezen. En het gaat over veel meer dan alleen de neushoorn. Eigenlijk gaat dit boek over ons, mensen. De neushoorn is zo'n iconische soort die hier al 50 miljoen jaar op deze planeet rondloopt zonder dat wij hier waren. Wij mensen, en ik blijf het herhalen, bestaan maar 300.000 jaar in de vorm die wij nu zijn als moderne mens. Als wij deze neushoorn niet kunnen redden, zegt dit zoveel over ons. Want ja, zo'n iconische soort, wat Erik natuurlijk al zei, is verbonden met alle andere levensvormen. En wij zelf ook. Dus ik heb het grote geluk gehad om heel lang in de wildernis te mogen werken en leven. En dat heeft mij zoveel geleerd. Maar het gaat ook over jullie allemaal, over ons. En het interessante is, door de neushoorn ben ik eigenlijk wildlife dierarts geworden. Dus ik heb zelf een hele sterke persoonlijke band met deze soort. En met name de zuidelijke witte neushoorn, omdat ik daar heel veel mee heb gewerkt. Ik was zelf student in diergeneeskunde in Utrecht. En ik wilde zoals alle andere dierartsen gewoon veearts worden.
En ik wist ze ook niet beter verder dan dat er meer was dan koeien behandelen. En toen heb ik voor het eerst in het Krugerpark tijdens een stage gezien hoe je neushoorn wandelt. En Erik schrijft er ook over. Het is fascinerend hoe prachtig je deze dieren kan verdoven. En dan een heel klein beetje kan wakker maken. En dan doe je een touw om hun hoofd en een oordop in en een blinddoek. En dan kan je ze wandelen. Dus dan geef je de verdoving via de helikopter. En dan geef je een gedeeltelijk tegenmiddel waardoor ze een klein beetje wakker worden. En dan staan ze op en dan kunnen ze naar die containers wandelen. Want wat Erik ook zo mooi in dit boek schrijft, je leert ontzettend veel van dit boek. En tegelijkertijd leest het als een trein. En ik ben helemaal onder de indruk van de avonturen die Erik allemaal is aangegaan om dit boek te schrijven. Ik heb mij echt een beetje zorgen gemaakt. Ik herken heel veel, maar sommige dingen op de motor door Nepal, daar werd ik wel een beetje benauwd van. Dus er gebeurt de hele tijd iets. Maar dat, wat Erik ook heel goed vertelt, is dat, dat redden van die neushoorn heel belangrijk is om neushoorns te verplaatsen naar veiligere gebieden. En dat heb ik heel veel gedaan toen ik in het gebied werkte waar Erik ook was. Ik runde een praktijk voor wilde dieren vlakbij het Krugerpark. Dus ik werkte ook in Timbevati, Sabicent. Maar wat wij heel veel deden was neushoorns verplaatsen. En er zijn ontzettend veel initiatieven nu die dit doen. Dus collega's van mij die met die grote trucks allemaal die neushoorns naar gebieden verplaatsen waar ze oorspronkelijk uitgestorven zijn. Want dan kunnen ze namelijk weer goed voortplanten. Ze vechten dan minder, dus de stieren hebben minder competitie. En het leuke van die neushoorn is, en daarom is de neushoorn zo'n mooie soort als icoonspecies voor natuurbehoud, is dat ik zelf ook altijd wil focussen op wat we kunnen doen. Want mensen hebben ook hoop nodig. Dus alleen somberheid, dat gaat niet helpen. De zuidelijke witte neushoorn was in 1910, ongeveer, het staat ook in het boek, bijna uitgestorven. Er waren er nog maar 20. In Sesluwe Umfolozi, dat is een natuurgebied in Zuid-Afrika. En toen hebben ze voor het eerst een natuurpark gestart eigenlijk, ter bescherming van die neushoorn. En die zijn toen heel snel gaan voortplanten. Want het mooie van die neushoorn is, ze hebben geen natuurlijke vijanden. Alleen de mens. Dus dat zegt iets over hoe slecht wij bezig zijn. Want die neushoorn, die heeft geen natuurlijke vijanden in de wildernis. Dus het feit dat ze nu zo bedreigd zijn, komt door ons. Dat weten we zeker. En toen zijn die dieren, toen ze beschermd werden, meteen voort gaan planten. En toen werden het er 400 ongeveer. En toen zijn ze gaan verplaatsen naar andere gebieden. Dus nu zijn er, wat was het huidige aantal? 16.000? Ja. De afgelopen jaar een groei is geweest. Ik vind de groei erg stevig in één jaar. 5,5%. Als er zoveel minder neushoorns zijn en zoveel geschoten zijn, dan en een neushoorn één keer in de 5 jaar een vrouwtje een kalf voorbrengt, hè, en weer zwanger kan worden, dan een optimistisch scenario waarvan ik hoop dat het klopt. Ja, precies. Het is heel moeilijk om in de wildernis die dieren te tellen. Dat is, ja. Ik heb zelf heel veel in een helikopter gezeten en je kan je niet voorstellen, maar het is ontzettend moeilijk om vanuit de helikopter neushoorns te vinden. Als wildlife dierenarts ben je eigenlijk continu dieren aan het zoeken. Dus eerst zoek je ze, dan moet je een verdovingspijl in hun billen schieten, dat ze gaan slapen. Maar daarna moet je ze weer zoeken. Dus je bent het is heel stressvol ook. Want je moet ze dan ook natuurlijk nog zien te vinden met de verdoving in hun billen. Maar dat verplaatsen heeft die dieren ontzettend goed gedaan. En ik zie dit constant als voorbeeld dat wij dus die dieren echt nog kunnen redden. Want ze zijn al van heel weinig gekomen. Er waren er maar 20 en nu zijn er 16.000. Dus er is heel veel te doen. En ik vind dat heel belangrijk en dat staat ook heel goed in dit boek. Wat we kunnen doen. En dat kunnen we ook met z'n allen, met name ook ecotourisme.
die mensen in die, rondom die parken, als die echt direct financieel gewin hebben en het in hun portemonnee voelen, dan gaat die hele community rondom die parken anders denken over die neushoorn. En je moet niet vergeten hoeveel sociale controle er in Afrika is, in die dorpen. Want het probleem is, die stropers en de rangers, die wonen vaak in diezelfde dorpen. Die kennen elkaar, die zaten bij elkaar op de lagere school. En die kennen elkaar door en door. Want ze wonen allemaal in die regio. En als de hele community weet dat er geld verdiend kan worden met de aanwezigheid van die neushoorns, dan worden die stropers door de eigen familieleden gecorrigeerd. En dat moet je eigenlijk hebben, want wij Westerlingen, wij zijn ook buitenstaanders. Wij hebben eigenlijk niks te zeggen in die regio. We kunnen wel proberen te helpen, maar het zijn echt hun dieren. Maar het staat allemaal prachtig in dit boek. Die druk van die stroper heb ik heel erg gevoeld. Ik heb veel neushoorns onthoornd in de tijd dat ik in Zuid-Afrika werkte. Ik heb heel veel te doen met neushoorns en de horens ook. Want na het onthoornen heb je ook nog die horen. Dus dat wat Erik vertelde, dat herkende ik enorm. Je voelt echt die oorlog. Ik heb ook wel eens naar een alarm moeten reizen in het park om stropers te gaan zoeken. Nou, je hart zit echt in je keel. Dus die rangers, daar heb ik ongelooflijk veel respect voor. Maar ja, ik zou het allemaal dit boek gaan lezen, want je leert er heel veel van. Maar het is tegelijkertijd ook een prachtig avonturenboek. Ik vind het echt heel goed geschreven en heel leuk. Dus dank voor je eerste exemplaar. Ja, heel graag gedaan. En ontzettend leuk. Ook jouw boek is hier gewoon te verkrijgen. Ja. Wou ik dus, nog even gezegd hebben. Oh, ik heb nog een bloemetje voor je. ik voel me zeer vereerd dat ik het allemaal van dichtbij heb mogen meemaken. Het ontstaan van dit boek. We hebben regelmatig koffie gedronken. En dan vroeg ik altijd weer, hoe ver ben je nu? Dus dat het er nu is. En in een hele korte tijd. Al die reizen ondernomen. Dus jij hebt mij ook weer ontzettend geïnspireerd. Dus dank daarvoor. Ik zie je zeker nog een tijd in de bush werken. Ja, als er nog vragen zijn, willen we die ook graag beantwoorden. En anders gaan we de drank. Ja, dat is een enorm probleem. Kijk, er wordt medicinale waarde aan toegekend. Die wetenschappelijk niet bewezen is van dat het erg goed werkt tegen katers. De mannelijke prestaties in bed zou verbeteren. Die horen die wordt gemalen, daar worden pilletjes van gemaakt en daar wordt voor veel geld verkocht. En er zijn 1,4 miljard Chinezen. Ik denk dat er meer dan een miljard inmiddels best wel beseft dat dit een onhoudbare situatie is en dat het niks oplevert. Want wat is horen? Niet meer dan nagel, haar. That's it. Maar ja, het wordt wel, in de symboliek is het een iconisch heel sterk dier. En ze denken dan dat die krachten overgaan op. En heb je direct nog 30, 40 miljoen Chinezen met enig geld die hier wel in blijven geloven, blijven we een enorm probleem. Maar het is, voorlichting is het beste. Kijk, China die zegt aan de voordeur alles tegen te houden, maar de achterdeur staat wagenwijd open. De traditionele Chinese medicijnenindustrie is even machtig als de tabaksindustrie hier. Dus we zijn er niet vanaf. En dat geldt ook voor, want het gaat voor heel veel soorten. De tijgerpenis, dat is ook weer zo'n magisch ding waar je medicijnen van kunt maken. En tijgerbotten. En de Sumatraanse tijger zijn er nog maar 200 van over. Maar hetzelfde geldt voor schubdieren. De 4 Aziatische schubdiersoorten zijn in de vorige decennia bijna uitgeroeid. Er is weinig meer van over. En nu zijn de Chinezen bezig met de 4 Afrikaanse schubdiersoorten. Zeepaardjes, de paling, de glasaaltjes, die alle kanten in Biscayen worden weggevist. Omdat ze er weer van alles mee doen. En we hebben nu, de paling staat op uitsterven. Ja, er wordt nog steeds paling gegeten, onverstandig. Maar de grootste oorzaak ligt in dat Chinezen die dingen allemaal voor doeleinden gebruiken waarvoor ze niet zijn. Het probleem is ook dat wetenschappelijk is bewezen dat placebo werkt. En dat is het probleem. Dus als je heel veel geld betaalt en er echt in gelooft, is er nog een kans dat werkt ook. Maar dan kan je ook suiker nemen als je daarin. Dus dat is wel een probleem. Vooral als er heel veel geld betaald wordt, dan denken ze het moet wel werken.
En er zijn gewoon wetenschappelijke artikelen dat placebo ook mentaal iets doet met mensen. Dus dat is heel moeilijk om daar vanaf te komen. En wat er ook gebeurt in Azië is dat ze paracetamol erin mengen. Omdat het dan echt werkt en dan stimuleert dat weer de verkoop. Dus ja. Het is wel heel complex. Ja. Andere vraag. Nou ja, voor een zware kater na een nacht drinken. Om de seksuele prestaties in bed te verhogen. Ja, het is een legio. En telkens vind je weer andere behandeldingen erbij. Maar ja, het bijgeloof is enorm sterk. En zelfs zo sterk dat er zijn natuurlijk plannen geweest om horen kunstmatig te maken. En dan, want dat kan natuurlijk, hè, en dan mengen met DNA van neushoorn, dan heb je hetzelfde product. Maar dan weten ze altijd weer iets te verzinnen, waardoor bewezen wordt dat de neushoorn in dit pilletje echt een neushoorn uit het wild komt. Want die is natuurlijk veel krachtiger dan. En dat is een bijgeloof dat heel moeilijk te bestrijden is. Ja, de traditionele Chinese medicijnindustrie is een grote industrie. En ze hebben inmiddels ook behoorlijk wat neushoorns die ze daar fokken. Maar dat geldt voor beren waar de gal van gebruikt wordt. En de meest afschuwelijke dingen kom je daar tegen. En ja, aan de ene kant, China zegt, we houden het tegen bij havens en luchthavens. Dan pakken we op, zijn we heel streng. Ja, je zult ook een behoorlijke straf krijgen. Maar aan die achterkant staat die deur wagenwijd open. Henny. Ja, de meeste neushoorns in Zuid-Afrika zijn echt bezit van ofwel de staat, dus van de nationale parken, of je privé-eigenaren. En ja, maar tegenwoordig met de stroperij worden die dieren ongelooflijk goed gemonitord. Dus de rangers die gaan 's ochtends al meteen erop uit om te kijken of ze nog leven. Dus het is echt, als jij neushoorns in je park hebt, want dat is ook een probleem in Zuid-Afrika. Dat waren mijn klanten, dus ik weet heel goed hoe ze denken. Als jij een wildpark hebt en je hebt daar neushoorns lopen, dan trek je ook criminelen aan. Dus het maakt jouw park heel gevaarlijk. En je rangers hebben ook gevaar. Dus het wordt steeds onaantrekkelijker om die neushoorns op jouw land te hebben lopen. Want als je ze niet hebt, dan heb je ook geen stropers. En dus, wel hebben is dus een enorme kostenpost om ze te beschermen. Ja. En wat je dus ziet is dat je dus steeds meer één op één bescherming gaat krijgen. In Sabi Sands zijn er rangers die dag en nacht met die neushoorns optrekken. Want als er toeristen komen, weten ze precies waar ze zijn. Die rijke toeristen kunnen ze erheen rijden, hebben ze gezien. Maar andere parken zijn met sensorbewaking bezig. Er wordt nu zelfs al gesproken om sensoren in horens te gaan plaatsen. Ja, zo'n dier weet niet meer dat wij dit allemaal doen, maar in hoeverre is wild wild nog? Misschien de stomste vraag. Jaap, jij stelt nooit stomme vragen. Nee. Wat zou er gebeuren als die verdomme verpijnt? Als die neus... Nou ja, kijk, je ziet het natuurlijk in Java en Sumatra. Ja, dan verdwijnen ze. Maar neushoorns zijn ook neushoorns die het mozaïeklandschap, de savannenlandschap, openhouden. Net zoals de olifanten. Want die vertrappen bomen, planten. En dat landschap is een typisch landschap waar alle vormen van gezelles, kudu's, noem ze maar op, springbokken, kunnen leven. Als dat langzaam dichtgroeit en als je dat bossen krijgt. In bossen leeft veel minder natuur. Want je krijgt minder mossen, minder plantjes, minder insecten, minder reptielen, minder vogels, minder andere soorten. En dat betekent dat een complete verandering van natuur in een bepaald gebied gaat ontstaan. En daarom zijn ook de neushoorns belangrijk, omdat ze die gebieden openhouden. We hebben het nog niet eens gehad over de planten. Kijk, wat ik ook in Gabon heb ervaren, is dat we allemaal verbonden zijn. Dus geen één levensvorm staat op zichzelf. Dat is een beetje misgegaan in onze maatschappij. Wij denken dat we een individu zijn, dat zijn we niet. Ik zeg altijd zo, elk molecuul die in onze lichamen zitten, die bestonden al voordat we er waren. En die zullen na onze dood weer wat anders worden. We zijn allemaal één grote levensvorm en neushoorns zijn een onderdeel daarvan. Dus je hebt een ecosysteem
Maar neushoorns eten enorm veel. En ze eten heel veel zaden en die poepen ze daarna weer uit. Dus ze hebben ook echt een hele belangrijke functie voor de vegetatie. En heel veel vogels eten weer die teken. Dus het is, niks staat op zichzelf. Dus elk dier heeft een schakeltje. En als je praat over klimaatverandering, gaat het erover, als je een sterke biodiversiteit hebt, dan is jouw ecosysteem veel weerbaarder. Dus het gaat erom dat je een weerbare, één grote levensvorm hebt, omdat er heel veel soorten samenleven. En wat er gebeurt als er een soort uitvalt, dan wordt het kwetsbaarder. En dat is het verhaal ook met de neushoorn, maar dat geldt voor alle soorten. Dus het is natuurlijk, wij kijken altijd naar één soort, maar ook natuurbehoud van de neushoorn gaat niet om de neushoorn, het gaat om de habitat en het geheel. Dus het is... Op dit moment staat bijvoorbeeld 1/3 van alle boomsoorten die we kennen, die staat op uitsterven. Nou, daar moet je dus gewoon niet aan denken. Maar het gebeurt dus wel. En je krijgt de kille cijfers, ja, en daarna gaan we weer over tot de orde van de dag. En worden er weer enorme bosarealen gekapt om palmolieplantages aan te leggen. Maar uiteindelijk, nou, jij weet daarvan, jij kent Brazilië als geen ander. Uiteindelijk gaan we daar de prijs voor betalen. En dat zien we nu ook al. Laatste vraag, want we gaan gewoon naar de drank. Ja. Raja, hi. Nou, het is een lastig iets en het heeft veel, dat doen ook heel veel natuur-NGO's, zijn bezig om continu te overtuigen en regeringen mee te nemen en iedereen mee te krijgen. Maar ja, het is en blijft inderdaad een lastig verhaal. Je ziet de bewustwording in China zeker, ook in Vietnam, wat een belangrijk doorvoerland is. Maar ja, met een aantal tientallen miljoenen mensen die toch dit soort medicijnen willen hebben, blijft het een heel ingewikkeld verhaal. Maar je moet regeringen meekrijgen om uiteindelijk hier zwaar tegen op te treden. En je ziet ook bijvoorbeeld in Afrika, er is een paar keer geweest dat de Amerikaanse opsporingsautoriteiten zich zijn gaan bemoeien met het oppakken van stropersbendes. En groot vertakte stropersbendes. Ja, en dan zie je gewoon dat er successen zijn. Want in Afrika zelf, de corruptie, maar ook de middelen die de politie heeft, ja, die zijn volstrekt ontoereikend. De stropersbendes zijn rijke figuren die aan de top staan. En die kunnen zich heel veel permitteren. Om even positief af te sluiten. Ik denk dat het voordeel dat echt de toekomst is, ecosysteem of ecotourisme en de lokale bevolking echt direct veel laten verdienen aan de toeristen door de neushoorns. Want dan hebben de stropers geen kans. Want die lokale mensen kunnen hun neushoorns veel beter beschermen dan wie dan ook. Denk je niet, Erik? Ja, nou, je ziet het in Nepal en je ziet het in Chitwan. Ja. Chitwan, Nepal en Namibië. Dat dit toch succesformules zijn. En de zwarte neushoorn, waar de meeste van in Namibië leven. En Indische of Panse neushoorn, die wel India als Nepal leeft. Maar India heeft ook dit systeem. Ja, dat ecotourisme een hele goede beschermingsbuffer is. Zeker. Dank allemaal dat jullie zijn gekomen. Ik voel me vereerd. En als het goed is, staat de drank klaar. En op is op. En boeken kunnen bij de kassa worden gekocht. En als mensen het willen, dan kan ik er altijd nog een krabbel in zetten. Datzelfde geldt voor Martine. En allemaal dit boek gelezen, hè, jongens? Dank jullie wel.